Hallo allemaal. Zoals velen van jullie wel zullen weten die mij volgen, weten jullie dat ik het heel erg belangrijk vind om een heel erg goede band met mijn gidsenteam op te bouwen. En onlangs heb ik, iedereen heeft een gidsenteam ook. En onlangs heb ik ook doorgekregen en dan achteraf als heb ik dit als bevestiging ook van anderen gehoord en ergens gelezen. Dat als jij als persoon ervoor kiest om een transformatieproces te ondergaan voor het hoogste goed, voor je eigen ziel, dat je gidsen ook automatisch meegaan in een transformatieproces. Dus het is niet enkel je eigen ziel dat je daar een heel groot plezier mee doet, maar ook je gidsenteam helpt je er heel erg mee. Ik heb al heel lang seintjes doorgekregen dat het voor mij heel erg belangrijk is om goed te aarden. Maar ik heb het altijd heel lang uitgesteld, omdat dat voor mij toch een moeilijke levensles lijkt. Maar wel eentje die ik sowieso moet ondergaan. En hoe langer ik dit uitstelde, hoe meer die druk op mij kwam van Natasha, ga alsjeblieft aarden. Ga rust in jezelf zoeken. En ja, dat is gewoon heel erg belangrijk voor mij. En je hebt dus ook gidsen die enkel bij je zijn om je door een levensles heen te helpen. En je hebt ook gidsen die heel je leven bij je zijn. En ik heb onlangs, daar heb ik al eens over verteld, een zwarte drakengids bij mij, energetisch. En die is nog maar heel recent bij mij gekomen. Maar ik heb wel al doorgekregen van hem dat ik hem al ken uit vorige levens. Dus ik heb er al mee samengewerkt. En dat is ook de reden waarom dat ik deze draak voor mij ook heel erg vertrouwd aanvoelt. En alsof ik hem al veel langer ken. En ja, die is dus bij mij eigenlijk om mij te goed helpen te aarden. Want eigenlijk is er voor mij geen uitweg meer. Dat is een heel belangrijke levensles voor mij. Ik ben een heel erg zweverige persoon. Ik ben heel erg verbonden met het element lucht. Maar ik moet dus voor verder te gaan op mijn spirituele pad. En ook in mijn persoonlijke leven, eigenlijk op alle vlakken, is het voor mij heel erg belangrijk om goed te gaan aarden. Dus een heel erg sterke connectie met element aarde op te bouwen. En daar helpt deze zwarte drakengids mij dus bij. En ik zit er nu dus recent, ben ik er echt al aan begonnen. Ik heb natuurlijk wel nog een lange weg te gaan, want omdat het voor mij toch al een uitdaging is, is dit niet zomaar zo snel gedaan. Ik ga er dus nog een tijdje in zitten. Maar ik voel wel dat het heel erg belangrijk voor mij is. En ik wou nog even aan jullie delen dat als jullie ook voelen van ik moet een andere weg ingaan, een weg die mij veel verder gaat helpen op mijn pad, dat het ook belangrijk is om die keuze te maken, je gevoel te volgen en naar je intuïtie te luisteren en dan te kiezen voor kies voor dit transformatieproces. En daarmee help je dan ook je spirituele begeleiders, want die komen dan ook automatisch in een transformatieproces terecht voor hun eigen goed. Dus ja, dat wil ik nog graag even delen aan jullie. Ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne avond en heel erg veel liefs van mij.